is vandaag zondag 26 april. En we hebben bij mijn Miel geslapen. We zijn nu thuis, bij mij thuis. Want we gaan zo meteen mijn muur behangen. Ik zal het even laten zien. Voor als je de vorige vlogs niet hebt gezien. Ik heb het behang van mijn muur afgetrokken samen met Miel. Ik had namelijk een roze muur. Een beetje een oud roze, donker. Een beetje donker oud roze. Je ziet het nog een beetje op het plafond de kleur. En ik wil weer mijn oude kleur en mijn oude kamer terug op deze muur. Dat was Urban Taupe van Flexa. Dat zal ik zo meteen wel even laten zien, want die heeft mijn broertje in zijn kamer. Maar we wilden eigenlijk eerst op een beton gaan verven. Maar dat vond mijn vader toch niet zo'n goed idee. Dus hij heeft nu van dat glasvezel, glasvlies behang gekocht. Dus dat gaan we zo meteen behangen. En dan ga ik denk ik morgen of overmorgen ga ik de muren verven. Dus dat komt ook allemaal in de vlog. Maar dat is dus wat we vandaag gaan doen. Ik heb weer mijn woonshirt aan. Dat is echt al de derde dag op rij. Hij stinkt nog niet, want ik doe geen reet. Dus ja. Maar dat is dus wat we vandaag gaan doen. Ja, meer heb ik niet echt te vertellen. Vanavond gaan we bij mijn moeder slapen. Maar we eten wel hier bij mijn vader. En ik wil echt heel erg graag naar de Loetje drive-in. Want je hebt dus in Loetje Rotterdam heb je dus een drive-in. En ik heb zoveel zin in die biefstuk. Dus eventjes mijn vader overhalen. Pop, als je dit kijkt. En we zijn niet geweest, helaas. Jammer van je. Als ze wel zijn geweest, dankjewel. Maar ja, ik ga weer eventjes terug naar beneden. Even wachten tot mijn vader terug is. Want die is eventjes een broodje halen. En dan ga ik eventjes vragen wat de bedoeling is. Wat eerst gedaan moet worden en zo. En ja. Ik ga beginnen met dit te schuren. We hebben gewoon zo een beetje een klein probleempje. Althans, ik hoop niet dat het een probleem is. Maar we hadden in deze tas. Dit was mijn slaaptas. Hadden we nieuwe oortjes gedaan. En we vinden net dus alleen zeg maar het bovenkantje van zijn hoesje. Ik weet niet of die hierin zit. Ik kan het even laten zien. Dus hij heeft nu ja, kijk. Hij heeft zo'n hoesje van M&M. En dit is de bovenkant. En we hebben alleen dit erin gevonden. En we kunnen nergens zijn oortjes vinden. Dus hij heeft nu zijn moeder geappt om te vragen of die toevallig nog thuis liggen. En anders zijn ze dus denk ik onderweg uit die tas gevallen of zo. Ik heb echt geen idee. Ik hoop het niet natuurlijk. Want het zijn best dure oortjes. Maar ja, daar moeten we nog eventjes op wachten op een antwoord. Ik ga nu mijn bed dus eventjes verplaatsen. We slapen trouwens vanavond bij mijn moeder. Dus ik hoef gelukkig niet in deze zooi te slapen. En dan ga ik die muur schuren, want dan kunnen we schapjes behangen. Als het goed is. Althans, als mijn vader dat nog wil vandaag, want het is namelijk al 2:30 of zo. Eerst eventjes alles verplaatsen. Nou, ik dacht dat jij verder ging. Maar ik ga het wel doen. Ja, maar het is echt heel weinig. Oké, mijn beeld is zo blauw. Ik ga even kijken of ik zit beter. Volgens mij wel, hè? Oké, ik ga nu dus schuren. Mijn vader heeft ongeveer het middelste gedeelte al gedaan. Ik moet nu nog het onderste en het bovenste gedeelte doen. So that's what I'm going to do now. Helemaal wit, wat dom. Maar ik moet toch in de was. Ja. Ik heb wordt wel even gevlogd en zo, maar doe jij gewoon je ding. Ik heb net deze hele, nou niet de hele muur, papa heeft ook een deel gedaan. De bovenkant en de onderkant van de muur gescheurd en gestofzuigen. En nu gaat papa, als het goed is. Moet ik hier dan overheen gaan behangen? Of gaan verven? Ja. Oké, nou dat gaan we dus nu doen. Nou niet verven, maar het opplakken. Ja,
Oké, mijn vader heeft nu al dat behangdinges erop gedaan. Het zit er nu helemaal op. En ik ga nu eventjes het plafond weer terug maken. Want die had ik toen natuurlijk niet helemaal netjes gedaan. Dus dat is wat ik nu ga doen. En daarna douchen, want dat glasvezelding, dat brandt echt als een malle. Maar ik ga eerst even het plafond bitten. Of nou, alleen die stukjes. Die ik roze had gemaakt. Oké, het plafond is weer wit. Althans, er moet wel nog een tweede laagje op. Maar dat doe ik of strakjes. Oh, leuk dit op mijn neus. Dat eraf was. Dat doe ik of zo meteen na het eten of morgen. Ik denk zo meteen eventjes na het eten. Want dan is dat maar gewoon gedaan. En dan wil ik eigenlijk nu, ik weet niet hoe laat het is. Wil ik eventjes naar de Hornbach rijden om verf te halen. Zodat ik morgen gelijk of dinsdag mijn muur kan verven. Want morgen is natuurlijk Koningsdag. Dus ik weet niet of de Hornbach dan open is. Ik denk het wel, aangezien er geen Koningsdag gevierd wordt dit jaar. Maar ja, ik ga even kijken. En even kijken of Milan met me mee wilt, want ik wil niet alleen. Ik heb eventjes gedoucht en avond gegeten. Ik ga eventjes mijn raam liggen, want het is echt koud hier. Ja, doei! Dat is een vierkante bank, hè? Ja. Nee, maar jij zei dat dit behang er nu nooit meer afgaat. Wat bedoel je? Nou, wat je er net hebt opgeplakt. Jij zei dit gaat er nooit meer af. Nee, niet door mij. Ja, dus dan hoef ik toch ook niet dat vierkante bank te doen. Oké, maar... Oh, mijn camera is bijna leeg. Shit. Ja, ik beloof bij deze plechtig dat ik nooit meer deze muur opnieuw zal verven. Ja, camera. Nee, ik had het over deze muur. Maar ik heb even omgekleed en gedoucht. Want ik had het echt en heel koud. En dit behang, dat prikt als een malle. Dus ja, maar ik ga nu eventjes de laatste keer over het plafond heen. Om die dingetjes nog eventjes aan te stippen. Zodat je dat niet meer ziet. En dan gaan we zo meteen naar mijn moeder toe. Want we gaan dus daar slapen. En mijn camera is leeg, dus die moet ik ook eventjes in de oplader doen. Ik heb wel goed licht hier, zeg. Oh. We zijn al best wel lang bij mijn